C'est parti mon kiki. Wist je dat je ook dessertjes kan stomen? Ik ga vandaag een kokosflan stomen met een heerlijke salsa van aardbeien rond, met een Thaise toets. We gaan beginnen met de flan, je kent het wel, hè? Eigenlijk de klassieker op flan karamelletjes, maar we gaan kokosroom gebruiken. Dat geeft een beetje al een Thaise toets. Zowel kokosroom als gewone melk nodig. Die gaan we lichtjes opkoken met vanille. Dus we gaan het merg in de kom doen bij de eieren. Hier zit nog kei veel smaak in, dus die gaan we gewoon mee met de melk. Die gaan we opwarmen. Dat moet niet staan koken, gewoon even opwarmen en dat is goed. Ondertussen ga ik de eitjes scheiden, want het is de dooier dat we gaan gebruiken. Met het eiwit kan je pavlova's maken of zo, of merengues. Nooit weggooien, hè. Gewoon loskloppen, maar je moet dat niet opkloppen, gelijk als een ruban of zo, als je roomijs maakt, maar gewoon schoon dat eigenlijk dat pakje vanille schoon uit elkaar gemengd is. We gaan daar een klein scheutje melk bij doen. En dat gaan we erbij doen omdat die kokosbloesemsuiker iets minder goed smelt dan witte suiker. Zo kan die suiker schoon smelten. En dan doen we dat straks allemaal samen. Voilà, dit laten we even afkoelen. En dan gaan we de karamel maken om hier onderaan in deze potjes te gieten. Ik ga daarvoor ook kokosbloesemsuiker gebruiken. Opgepast, dat gaat veel sneller verbranden dan gewone geraffineerde suiker. Want uit geraffineerde suiker is alles uit. Maar hier zitten nog al uw mineralen en zo in. 2 eetlepels water. En dan mag dat op een zacht vuurtje koken tot een karamel. Als je karamel maakt, zowel met witte suiker of met kokosbloesemsuiker, is het belangrijk niet roeren. Ten eerste, je kunt je verbranden, dat is bloedheet. Dat zijn direct brandwonden derde graad. Maar ten tweede, dan gaat dat gaan kristalliseren. Dus gewoon afblijven. Af en toe een keer zo draaien met pannenken. En eigenlijk wat je moet hebben, is dat het water dat je er hebt ingegoten helemaal verdampt is. En je ziet dat dan gans dat potje begint helemaal te schuimen. Dan heb je karamel. En als je daarmee ronddraait, dan zie je dat je een dikke schuimige textuur hebt. Dan heb je heerlijke karamel. Die gaan we verdelen in de 6 potjes. Niet te veel. Dan mag je dat eens ronddraaien, dat dat schoon overal verdeeld is. Karamel in de bodem, check. We hebben hier al onze dooiers. Nu gaan we er de rest bij gieten. Dat gaan we doorgeven om eventuele eierschelpen of stukjes vanillestok die eraf gebroken zijn. En dan uitverdelen in de potjes. En nu gaat dat gewoon de stoomoven in. Geloof het of niet, dan worden die zo helemaal stijf en mega lekker. Alright, ik wil daarbij een super smaakvolle salsa van... Hulp nodig? Oei, dat mag, schatje. Weet je wat je mag doen? Nee. Je mag zo die kroontjes eraf afsnijden en dan zo allemaal fijne stukjes. Bij die flankes met de kokosroom wil ik zo een beetje verder gaan in die Thaise smaken. Dus citroengras, heel lekker. Hè? En dat is echt de lente, zeker de zomer zelf al in huis. En ruikt die zo lekker? Zalig. Dat ruikt naar Thailand, hè? Een eetlepel ongeveer honing. En dan limoen. Voilà, en als we sap uit een limoen willen halen... Eerst rollen. Ja, he needs heb a little... Heb ik ook al geleerd. He needs a little massage. En dan komt dat sap daar veel beter uit. En eigenlijk mag je dit wel goed roeren, zodat die sappen ook van de aardbei losgaan. Samenkomen met de honing. Ja, dat het allemaal mooi samen gemengd wordt. Dat je een mooie, heerlijke saus hebt voor bij de flankes. Ja, ik ga ook eens proeven. Want proeven is belangrijk, hè. Oh, heerlijk. En nu wil ik u dat toch eens tonen, hè. Zo zijn die garen. En hoe zie je dat die garen zijn? Wel, die zijn nog heel klein beetje jiggly zo. Maar je ziet wel dat die volledig gestold zijn, tot van binnen. Zo'n beetje bubble butt. Die mogen nog niet de koelkast in, dus eerst laten afkoelen en dan de koelkast in. Nachtje opstijven en dan kun je ze helemaal schoon uithalen. Oké, deze hebben 1 nacht in de koelkast gestaan. Dus van jiggly komen die echt naar heel mooi
opgesteven. En nu gaan we met de rand van de mes helemaal schoon rondom rond. En dan een bord. Dat zetten we erop. Dat draaien we om. Het gaat komen. Ja, hij is daar. Plofs. En daar is hem in één keer. Nu gaat onze heerlijke aardbeiensalsa er rond. Oeh. Heerlijke kokos flan. Kamin, kamin, kamin. Kamin, kamin, kamin wil zeggen lekker. Als jullie dit coole recept zijn lekker van duim omhoog en geef ons 15 likes. Eén like is al goed. Merci om te kijken. Dit was onze Spring Steam makkelijke. Lekkere receptjes in de stoomoven. Er volgen nog keiveel andere reeksjes. Dus subscribe als je nog niet ingeschreven bent. En tot de volgende. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.